Goedemiddag, filmpje van Ingrid. Ik kwam van de week tot een inzicht en dat wil ik eigenlijk even met jullie delen. Ik was voor 5 dagen op de Veluwe voor een transformatieve coachopleiding. En daarbij waren we op een gegeven moment, moesten we op dag 3 in een groep gaan zitten. En we waren met z'n 16e. En in die groep mochten we delen, of begon je eigenlijk met de zin: als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat. En dan mocht je hem afmaken. En alle maskers moesten af. Eigenlijk alles wat je in het donker bewaart, moet je gewoon naar het licht, in het licht zetten, zeg maar. En dat was een hele heftige middag. Waarbij mensen ook echt alles hebben laten zien van angsten, van verdriet, van eenzaamheid. Die men vroeger misschien gehad heeft of misschien nog steeds wel heeft of voelt. En als je dan verhalen hoort van ik was altijd bang om naar huis te lopen, omdat ik heel vaak in elkaar geslagen werd. Of ik werd altijd gepest op school omdat ik net een paar kilootjes dikker was. Of een verhaal, jeetje, er zijn zoveel verhalen voorbij gekomen, maar allemaal zo, ja, heftig. Eén was er ook van de ouders die dan constant ruzie hadden, waardoor zij eigenlijk heel erg op haar tenen ging lopen. En alleen maar heel erg lief en aardig en zo naar de moeder was. Omdat ze vond van ja, mijn moeder heeft al zoveel verdriet. Laat ik maar gewoon altijd dat vrolijke meisje zijn om haar maar blij en vrolijk te laten zijn. Dat soort verhalen, weet je, dan denk ik, als je dan kijkt in zo'n groep van 16 man, waar iedereen wel zijn verhaal heeft, maar ook het gevolg daarvan. Dus bijvoorbeeld iemand die vervolgens aan de dranken is geraakt of aan de drugs, om maar te verdoven, om maar niet die pijn te voelen die ze vroeger wellicht gehad hebben. En of iemand die alleen maar zijn heil zocht in gamen. Alleen maar de hele dag aan het gamen was. Want daar heb je wel vrienden. Daar heb je wel connectie. En, maar dat is natuurlijk, ja, ik vond dat zo'n heftige middag. Maar het gaf mij zo'n inzicht dat ik dacht, ik heb ook wel eens oordelen over die man bijvoorbeeld die elke keer maar in de kroeg zit. En die als ik er kom, zit hij al aan de bar. En daar heb ik dan een oordeel over. Omdat ik dan denk, jezus, kansloos. Maar weet je, don't judge a book by its cover. Ik weet gewoon niet wat die man heeft meegemaakt. Dat hij elk weekend, of misschien wel elke dag, dat weet ik dus niet, in de kroeg zit. Of hoe iemand eruit ziet. Weet je, dat hoe iemand zich kleedt. Je weet niet waarom iemand dat doet of wat daarachter schuil gaat. En ik denk dat je pas mag oordelen op het moment dat je of in zijn of haar schoenen hebt gestaan. Of het hele verhaal kent. En dan denk ik dat je niet meer zo snel zou oordelen. En voor mij was het echt een eye-opener. Ik probeer al een aantal jaar niet te oordelen. Omdat ik het gewoon negatieve energie vind om over andere mensen een oordeel te hebben. Maar dit was weer even een soort van de puntjes op de i. Dat ik dacht, nee, het is ook echt, je weet gewoon niet wat een ander heeft meegemaakt in zijn leven. Dus ja, nogmaals, don't judge a book by its cover. Dus nou, dat wilde ik even met jullie delen. Ik wens jullie een fijne dag. Geniet lekker en tot snel. Ciao.